In deze film ga ik je meenemen van het begin tot het eind. Ik dacht, ik doe het eens een keer totaal anders. Laat ik eens gewoon eens een foto zien van het begin tot aan het eind. En ik begin met mijn foto in de RAW converter. Ik fotografeer uiteraard in RAW, zodat je de best mogelijke kwaliteit overhoudt waarmee je aan de slag kunt. Ik maak hem een tikkeltje lichter. Let erop dat ik in deze film niet alles tot in den treuren ga bespreken. Ik ga gewoon laten zien wat er zeg maar mogelijk is. Ik heb inmiddels al ruim 150 filmpjes gemaakt over Photoshop. En een hele hoop dingen die ik vandaag in deze film gebruik komen terug uit die eerdere filmpjes. Wat ik goed in de gaten hou, dat is het histogram. Ik ga in ieder geval zorgen dat de donkere sfeer behouden blijft. Ik ga dus niet mijn histogram helemaal naar de rechterkant zetten. Als ik dat wel zou doen, dan zie je dat het er eigenlijk niet fraaier op zal worden. Dus ik speel met hele kleine dingetjes. Ik heb natuurlijk ook gewoon in de studio al een klein beetje rekening gehouden met wat ik gewoon uiteindelijk wil. En daar fotografeer ik met mijn licht dan ook naar. En vervolgens moet ik dat niet in Photoshop helemaal om willen draaien. En ik open het object. Ik open het altijd als een slim object. Want als ik bij wijze van spreken nu zou denken dat het niet fraai is, dan kan ik altijd nog terug. De eerste stap die ik ga doen, dat is een stukje kloning. En klonen doe ik op een nieuwe laag. En die noem ik dan ook klonen. En ik ga gewoon eens kijken wat er zo op mijn foto kan gebeuren. Ik vind hieronder bij haar zij dit stuk namelijk niet zo fraai. En dat zal dadelijk wel een heel stuk wegvallen met het licht en donker, dat heb ik al wel voor ogen. Maar hier kan toch wel een wat betere basis gelegd worden. Dus dat ga ik gewoon doen met het kloongereedschap. En ik selecteer hem lekker een beetje aan de grote kant. En ik ga gewoon langzaamaan stukjes weghalen. Goed opletten wat uit de lichtere gebieden komt en wat uit de donkere gebieden moet komen. En laat Photoshop maar gewoon een heel eind rekenen. En het hoeft niet perfect te worden. Ik weet dat dat dadelijk toch wel anders wordt. Het gaat er even om dat we bij een goede basis gaan beginnen. Wil je het overzichtelijk houden? Zoom af en toe ook eens gewoon uit en zet het effect ook weer uit. Dan zie je goed wat de verschillen zijn en wat je eventueel nog moet gaan aanpassen. Laat ik het hier vooralsnog even bij houden. Dit valt dadelijk echt niet meer op. En ook in het gezicht wil ik een aantal dingen gewoon even netjes oplossen. En ook dat pas ik aan met het kloongereedschap. Als basis is dit wel een goed uitgangspunt. En ik loop vervolgens nog even de foto grotendeels na. Om te kijken of ik nog meer rare dingen tegenkom. Zo kan ik het wel laten. Nou, in eerste instantie is de foto een aardig eind opgeschoond. Hieronder nog even een klein iets. Maar dit is een aardig uitgangspunt. Nou, ik vind dat ze een klein beetje last heeft van wat Wallen onder de ogen. Ga ik gewoon heel eenvoudig oplossen. Ik maak even een samensmelting van alle lagen. En ik gebruik even het hoogdoorlaatfilter op een waarde die net de details laat zien. En ik noem die laag ook gewoon details. Ik zet hem op lineair licht. En daaronder maak ik een nieuwe laag. En ik ga gewoon, als ik de detaillaag nog even uitzet, op die nieuwe laag, die noem ik kleur, ga ik gewoon even netjes een kleurtje inschilderen. En ik speel wat met de dekkingen van de lagen om het wat meer in balans te krijgen. En zoals dit. Vervolgens groepeer ik ze. En ik noem dat heel onflotteus Wallen. En ik zet er een negatief masker op. En vervolgens ga ik met een zachte borstel dat gewoon inverven. En ik zet de hele groep een klein beetje lager. Detail mag nog wat lager. En de kleur mag een klein beetje terug. Eventueel nog een laag daartussen met kleur 2. En ik herhaal het proces van het inverven nog een keer heel lichtjes. En nogmaals, zoom gewoon uit, kijk hoe het in het grote geheel uitpakt. Kijk ook op ware grootte. En zo is dat in ieder geval een stuk minder. Ook het haar wil ik aanpakken, dus ik maak wederom een nieuwe samensmelting van alle lagen. Ik zet deze even om naar een slim object, want misschien valt dat dadelijk wel heel anders uit. En ik ga hier gewoon met het stileren olieverffilter aan de slag. Een masker eroverheen en ik ga even gewoon door het haar. En ook hier geldt gewoon de dekking een klein beetje omlaag. Om het oorspronkelijke gedeelte er terug te laten komen. En dat maakt het toch allemaal gewoon net even wat zachter. Deze naag. Noem ik overigens gewoon haar. Op die manier hou ik namelijk ook altijd gewoon een overzicht. Want je zult zien dat we gaandeweg toch wel gewoon heel veel lagen gaan creëren. De doek hieronder, daar ben ik ook nog niet helemaal happy mee. De kleur die zit me niet helemaal. Dus dat doe ik via kleurtoon en verzadiging. En ik selecteer hier het handje. En als ik dan klik, dan heb ik in één keer de juiste kleur en de juiste tinten. Want als ik nu de kleurtoon zou veranderen, dan zie je dat ik alleen maar het blauw verander. En dat vind ik op zich wel prettig. Dat scheelt mij namelijk een hele ingewikkelde selectie maken. Maar ik maak hem iets minder verzadigd. En ik maak hem ietsjes donkerder. En ik maak hem ook ietsjes dieper blauw. Dat hij net wat mooier uitkomt met de achtergrond. Als ik hem bijvoorbeeld uitzet of aanzet, dan zie je goed het verschil. En deze laag noem ik een doek. Ga ik nu aan de slag met een van de belangrijkste dingen. En dat is het doordrukken en tegenhouden van alles. En aangezien we toch bij de doek zijn, laat ik dan gewoon bij de doek beginnen. Ik open een laag curve. Daarvan zet ik de modus op lichtsterken. En ik trek hem gewoon donkerder. Nou, je ziet dat het al aardig donkerder wordt. En ik keer het masker met ctrl-I om. En ik zoom even in op de doek. En met een vrij zachte kwast met de dekking op zeg maar 20% ga ik gewoon in de donkere stukken alles nog even net wat donkerder maken. Ik zie trouwens dat daar ook nog wel wat dingetjes gekloond hadden kunnen worden. Dus ik ga even terug naar mijn kloonlaag en ik haal even deze vouwen eruit. En dan mag de rest gewoon weer aan. Dus ik blijf in mijn donkere laag, laat ik die ook gewoon donker noemen. En met een kwast in het masker ga ik gewoon door de donkere stukken heen. Ik varieer af en toe ook gewoon met het formaat van mijn kwast. Dat is ook belangrijk. Dan blijven de kleine lijntjes ook gewoon wat scherper. En ik maak nog een curve daarboven. En die maak ik natuurlijk lichter. Ook die zet ik op lichtsterkte. En die noem ik dan ook gewoon lichter. Ik keer het masker om en drie keer raden. Nu ga ik natuurlijk in de lichtere stukken aan de slag. En deze twee groepeer ik samen en noem ik even ook doek. Daar zet ik niet de verzadiging bij in, want ik ga dadelijk al mijn doordrukken tegenhouden lagen bij elkaar zetten. Ik ga ook nog een nieuwe aanpassingslaag maken voor het haar. Dus eentje noem ik donkerder. Is misschien niet helemaal goed te zien. Omdat het haar. Natuurlijk al gewoon vrij donker van zichzelf is. En ook voor de lichtere partijen. Doe ik dat. En ook deze twee. Groepeer ik. En deze noem ik dan haar. En ook daar zie je wel een verschil in natuurlijk. En tot slot. Doe ik dat natuurlijk ook gewoon voor de huid. Dus ik maak er eentje. Eerst donker. Je kunt natuurlijk ook gewoon met licht beginnen. Hè? Het is maar even net wat jij zelf wil. En ik maak er uiteraard ook eentje die lichter wordt. En je kunt het altijd nog aanpassen. En ook deze twee groepeer ik samen in een nieuwe laag huid. En ook daar zie je een aardig verschil. En vervolgens selecteer ik de drie groepen en zet ik ze in één laag. En die noem ik donker. Doordrukken en tegenhouden. En zo heb ik het effect in één keer in de foto zitten. Ga ik nu de achtergrond aanpakken. Um, ik wil de achtergrond die is vrij egaal en toch wel hardbruin. Die wil ik een heel stuk minder hebben. Dat ga ik doen middels een curve die ik gewoon zo een stuk omlaag trek. Nou, wederom gaat het alleen over het licht, dus die zet ik op lichtsterkte. En dan vind ik dit wel aardig om dadelijk in de donkere stukken te hebben. Dus ik ga naar het masker. En ik kies het ovale selectiegereedschap en ik trek er gewoon een ovaal omheen. En als ik nu op Ctrl-I druk, dan wordt mijn selectie omgekeerd en is hier in het midden gewoon mooi het oorspronkelijke kleurtje. Echter is het verloop natuurlijk wel heel hard. Dus ik zet de doezelaar gewoon vrij hoog. En ik kan daarmee het effect gewoon een stuk temperen. En ook de verzadiging van de achtergrond wil ik een heel stuk minder. Zoiets als dit. Dat ik gewoon een mooi zacht bruin krijg. Wat een vignet heeft naar de buitenkant toe. En deze twee. Die groepeer ik natuurlijk in een laag achtergrond. Alleen dit heeft nu effect op mijn hele model. Dat was ook weer niet de bedoeling. Dus ik selecteer alleen de laag achtergrond. Door de Alt ingedrukt te houden. En ik ga naar het selectietool. Bijvoorbeeld de lasso. Nee. Het slimme selectiegereedschap. En als mijn achtergrondlaag is geselecteerd, kan ik zeggen onderwerp selecteren, laat Photoshop maar rekenen en die selecteert mijn model. En ik wilde dus eigenlijk gewoon het effect alleen op de achtergrond hebben. Dus mijn model moet uitgesloten worden. Nou, halt ingedrukt houden, masker erop en klaar. Het heeft alleen nog maar effect op de achtergrond. Wil ik gewoon ook nog in het algemeen wat belichtingsdingen doen? Ik wil het bijvoorbeeld aan de rechterkant van de foto donkerder hebben dan aan de linkerkant. Dus dat doe ik wederom met curve, wederom met lichtsterkte. En ik pak hier dit gereedschap, het verloopgereedschap. En ik zeg gewoon van nou: aan de ene kant moet dat wel en aan de andere kant niet. En dat doe ik dan precies verkeerd om. Ik moet natuurlijk zorgen voor een rechte gradient en in dit geval zorg dat wit mijn voorgrondkleur is. En als ik hem dan overheen trek, dan zie je dat dat effect heeft. Heeft ook meteen ja, ook het effect van de achtergrond steekt dan natuurlijk ook wel gewoon een stukje door. Maar je ziet hij is nu dus gewoon aan de rechterkant donkerder dan links. En is het te veel, dan kun je dat nog gewoon wat terugdrukken. En ik maak nog zo'n laag aan en wederom in het masker, maar dan vanaf de onderkant. Maak ik hem ook een stukje donkerder. En deze twee lagen, die groepeer ik even. Geen idee hoe ik ze eigenlijk moet noemen. Laat ik gewoon even verloop van rechts aanhouden. Want het wordt ook gewoon aan de rechterkant donkerder. Ik vind het wel jammer dat het hieronder eigenlijk gewoon net iets te donker wordt. Dus ik gooi er een masker op en pak de borstel. En haal dit stukje gewoon nog even terug. Ik vind dat namelijk wel gewoon erg vrij. Het breekt een beetje in de foto. Dat ene lichtpuntje daaronder in. Um, als ik naar de foto kijk. Je hebt het gezicht van het model. Dat zal al vrij snel de aandacht trekken. En daarna gaan we gewoon via haar arm rechtstreeks naar beneden. Naar haar bil. En vanuit het doek word je toch door de plooi een klein beetje naar rechts gestuurd. En kom je uit bij dat puntje. Althans zo zie ik dat. Misschien dat jij dat eh, totaal anders ziet. Maar dat geeft niet. Het is ook mijn foto. Klinkt heel plat, maar ja, het is wel zo. Ga ik me nog een klein beetje bezighouden met de kleurtoning. Ik wil in de schaduwpartijen eigenlijk iets meer blauw hebben. Dus ik maak gewoon een nieuwe curve aan. Ik selecteer het blauwe kanaal en zet hem gewoon wat hoger in de schaduw. Je merkt dat dat effect heeft op alles van de foto. Nou, daarom breng ik hier de curve weer een klein beetje terug. En ik maak hem eigenlijk gewoon weer gaandeweg rechter. En het is heel moeilijk te zien. Ik denk niet dat de compressie van de film dit uh, laat zien. Probeer het zelf gewoon uit. En je ziet het resultaat op je eigen scherm wel. En ik maak ook een kleurtoning aan met selectieve kleur. Nou, de witte tinten doet niet echt veel. De grijze tinten wel. Dus ik ga daarmee aan de slag. Ik stop er gewoon wat meer geel in. Maar dat wil ik eigenlijk alleen op de hooglichten. Dus ik dubbelklik op een leeg stuk. En ik pak dat zo aan. Nou, dat moet er echt maar heel miniem in. Dus ik zet daar ook de dekking gewoon weer vrij zachtjes van. En echt, het is maar een heel klein verschil. Maar toch, het doet wel wat. En ik maak ook nog een laag curve aan. Waar ik niks aan doe. Ik zet alleen de modus gewoon op zwak licht. En je ziet, ik krijg er in één keer een hele berg contrast bij. En ik zet dat ook gewoon even heel zachtjes... Weet je, die laag selectieve kleur, die ga ik gewoon weggooien. En deze lagen groepeer ik ook even. En ik ga daar ook nog een verzadigingslaag in brengen. Waar ik de verzadiging gewoon even wat terugzet. Gewoon om die hele donkere sfeer terug te krijgen. Ik zie Nog een klein dingetje op de neus zo, als ik het klein bekijk. Dus dat haal ik bij het klonen ook gewoon weer weg. En je merkt op deze manier bouw ik dus een foto op vanuit verschillende lagen. En als ik in een later stadium iets zie, zoals bijvoorbeeld nu op de neus, dan kan ik dat altijd eigenlijk nog wel gewoon corrigeren. En zo zie je dus dat ik eigenlijk gewoon vanaf de oorspronkelijke foto tot dit resultaat kom. En dat ik daar in Photoshop helemaal niet echt zo lang mee bezig ben. Alleen het enige wat ik voor ogen heb, ik ben aan het fotograferen. Ik weet nou ongeveer wat voor foto ik toe wil in Photoshop. Dus daar hou ik bij het fotograferen al rekening mee met uh, mijn licht. Dat is altijd verstandig. Uh, en ik weet in Photoshop wat ik wil gaan versterken en wat ik niet wil gaan versterken en hoe ik dat aan ga pakken. En dat doe je dan op een manier dat je altijd nog in een later stadium dingetjes terug aan kunt pakken. Werk daarom gewoon in groepen, in lagen. En ik heb je nu in deze film eigenlijk laten zien hoe ik te werk ga. Misschien dat jij het anders doet. Laat dat hieronder even in de commentaren uh, horen. En ik heb je gewoon even laten zien wat er in een handomdraai mogelijk is. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.